vandaag op de kermis in Etten-Leur. En wij gaan vandaag wat jongeren interviewen over verkeersveiligheid. Dus laten we beginnen. Omdat je anders de bosjes invalt. Omdat je de bosjes invalt. Ja. Ja, dat vind ik een hele mooie reden. Dan ben je een... Hi. Dan ben je een gevaar voor de verkeersveiligheid. Ja, precies. Dus een beetje ook voor anderen dat je tegenaan gaat rijden. Nou, in die zin, ja. Als je drank op hebt, dan ben je sowieso al minder geconcentreerd. En je hebt geen goede reactievermogen. Ja. Net zoals de auto. Dan zeg ik nou, stap maar in, ik breng je wel thuis. Heb je zelf een auto of een fiets? Ja, ik heb een fiets, een brommer en ik ben ook bezig voor rijbewijsauto, dus... Oh ja, dus dan zou jij wel veilig zijn uit. Jot, dan breng ik hem naar huis. Nou, mooi om te horen. Ik pak de sleutel af en ik rij zelf. Oké. Maar ik heb vrienden die dat wel eens doen. Eén ding dat ze bij mij moeten weten is, ze rijden niet als ik erbij ben. En als ze willen rijden, dan moeten ze me bellen. En doen ze dat ook? Ja, dat doen ze ook. Gewoon 2-3 uur 's nachts dan bellen ze me op. En dan kom jij? En dan kom ik ze gewoon ophalen. Zo, nou dat is... Ik ga je ook een keer opbellen. En jij? Ja, ik zou eigenlijk wel gewoon vragen van... bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld met scooter of zo is, weet je wel. Van ja, dan kan ik wel rijden. Maar auto, weet je wel, is wel moeilijk. Dan zou ik gewoon een andere vriend of zo laten opbellen. En dan vragen of die kan rijden. Ja, ik kan hem altijd bellen. Dan is hij al een half uurtje onderweg, maar dat maakt verder niet uit. Ik denk 7 glazen. Waarom denk je dat? Omdat je, je moet genoeg water kunnen drinken, zodat je alles gewoon uit jouw lichaam kan halen, eigenlijk. Ja, het is moeilijk uit te leggen, maar het is in ieder geval, ik denk gewoon 7 glazen. Oké, en wat denk jij? Eerlijk gezegd, ik heb geen flauw idee. Ik heb nog nooit gedronken, dus ik weet niet hoeveel glazen je... Lopend. Lopend? Ja, lopend. En je gaat nooit ver weg uit? Nee, ga ik bijna nooit uit. Als we dat doen, doen we het meestal thuis, hè? Oh ja, gewoon met vrienden op de bank of... Jot. Ja, mooi. Nou, dames en heren! Jullie zien het al! Etten-Leur is helemaal knetter! We hebben een leuk gehad, veel jongeren gesproken! En we gaan nu snel weg! We staan vandaag op de kermis in Etten-Leur. En wij gaan vandaag wat jongeren interviewen over verkeersveiligheid. Dus laten we beginnen.